Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Fiend seizoen 3. Oh, wat spannend! We staan hier vandaag op mijn prachtige piratenschip. In de vorige aflevering hebben wij een klein bruggetje hier gemaakt en de kraken van meneer KB afgemaakt. In deze aflevering wil ik weer wat progressie maken aan onze eigen basis, want dat is alweer langer dan 2 video's geleden. En de progressie gaat eigenlijk beginnen met waar we gelijk heen keken en dat is daar namelijk, jongens. Wacht, ik ga er wel even heen voor jullie. Kijk, ik heb hier natuurlijk ons prachtige piratenschedel met de zelfgemaakte berg hier en zo. En dan kijk je naar de overkant en dan heb je daar dat rare rotsachtige gebied. Alles is zo mooi met gras en dan zijn hier ineens van die rare stenen, weet je. Dus wat mijn idee nou is, jongens, is om dit gedeelte hier in stukken te delen. Alsof we met messen er doorheen gaan snijden en dat het dan een paar riviertjes eigenlijk worden. En dat al deze rotsen hier losse rotsen worden. En dan wil ik er ook nog gras bovenop gaan doen. En dan wil ik de textuur, oftewel de texture en zo, wil ik een beetje net zoals dat met basalt, andesite, tuf en weet ik wat allemaal. Misschien een beetje cobblestone met mossy cobblestone. Maar daarvoor wil ik dit hele gebied eigenlijk helemaal plat hebben. Ik denk tot ongeveer bij de boom, tot ongeveer dit gedeelte hier, wil ik het helemaal plat walsen. Maar om dat te doen, heb ik even een pickaxe nodig die Silk Touch heeft. Want ik denk dat ik veel steen nodig heb. En als ik dit allemaal hak zoals nu, kijk, hartstikke leuk. Maar dan krijg je cobblestone. Dan moet ik dat allemaal weer omsmelten. En dat duurt dan weer 2 jaar voordat ik daar een keer weer steen mee kan gebruiken en zo. Dus wat ik wil gaan doen, jongens, is even een Silk Touch pickaxe kopen bij Joris, die nu online is. Zoals je kan zien staat er nog steeds Wouter23, maar hij heet het echt Joris. Dus Joris, als je mijn video kijkt, verander eens je Minecraft naam naar Joris23 of zo, of kom op. Goed, laten we even naar Joris gaan. Gaan we gelijk vragen of hij ook een beacon kan uitlenen aan mij. En we gaan gelijk vragen of hij hem dan misschien als hij tijd heeft even wil helpen met hakken. Dus laten we gaan naar de grote boselfjes. Goed jongens, we staan hier in het land van de boselfjes. Joris is er ook. Joris, ik zeg net al tegen mijn kijkers, wanneer ga je Minecraft namelijk aanpassen naar Joris23? Ja, in plaats van Wouter23. Hey, zijn er nieuwe updates hier in het boselfjesgebied sinds ik weg ben geweest? Er is wel wat veranderd. Ik weet niet wat de laatste keer is dat je bent geweest. Maar ik kan wel, ja, dat gedeelte daar allemaal gezien. Maar dit hier was nog niet zo bijzonder. Ja, dan zijn er hier waarschijnlijk een aantal bomen bijgekomen. Ja, ik kan het zeggen. Bomen zijn nieuw. Ik zie daar een huisje. Die was ook nog niet eerder. Heb je deze al gezien? Ja, deze heb ik wel gezien. Hieronder? Ja. Oh, nee, hieronder niet. Wat zit hieronder? Oeh, gadverdamme. Oh, ik schrik me helemaal kapot dat we in één keer vallen. Hier zit ons bijen. Oh, de bijenfarm. Jullie hebben er ook een aantal. Ja, ik heb echt veel te veel honing op het moment. En ik ga het echt nooit op kunnen maken. Ja, dat probleem hebben wij. Ik denk dat jullie hetzelfde probleem. Ja, dat is, weet je. Dat ga je nooit opmaken. Nee, precies. Maar, ja, dat is er al wel een tijdje inmiddels. Deze heb ik afgelopen week gebouwd. Ah, dit is een soort, lijkt wel een observatorium of zo. Ja. Oh, dat is het hier ook! Hier staat een telescoop uit. Oh, ik zie het inderdaad nu, die telescoop. Wow, dan is dat serieus goed gebouwd, want dat is het eerste waar ik een nachthoek op zag. Ja. Dat is echt serieus heel gaaf. Alleen, interieur is er nog niet, nee. Nee, maar dat komt wel. Pas net. Hier hebben we een deur. Oeh, ja, deze heb je me al eens laten zien, maar die hebben mijn kijkers nog niet gezien. Mogen die het zien, wat er onder zit? Ja, is eigenlijk nog geheim. Oké, mag ik hem alleen open doen en dan ga ik er niet in kijken. Dan ga ik van de video alleen kijken hoe die open gaat. Ja. Kijk jongens, als je namelijk op deze knop drukt hier. Kijk, let op, er is gewoon letterlijk een schuifdeur die open gaat. Ik mag niet naar beneden kijken wat erin zit. Maar ik kan van hier wel goed zien dat het een schuifdeur is die werkt. En ik ben heel benieuwd wat jij hier zit te verbergen stiekem. Maar dat komt nog wel, denk ik, hè? Dat komt nog wel. Ja. Ah, oké, dat komt nog wel. En hier hebben we bloemetjes. Meer niet. Oké. Goud, maar ik kwam hier natuurlijk voor business. Goud. Is dit voor mij? Hebben jullie dit voor mij hier neergelegd? Ja, dit is ook beveiliging van het goud. Oh, dat is piratenbeveiliging dat. Ja, het is niet heel veel. Hij is nog leeg. Nee, oké. Maar dat komt vanzelf wel. Hé, ik kwam hier met voor zaken natuurlijk. Ja. Je kent me. Ik wou jouw pickaxe teruggeven. Die zit in mijn enchest. Dus waar is jullie enchest? Bij de kistenruimte, denk ik. Hier. Oh, kijk. Ik heb hier jouw oude pickaxe, die heb ik van jou mogen lenen. Die wil ik teruggeven en dan wil ik eigenlijk een nieuwe pickaxe van jou kopen. Ik wil ook eigenlijk eindelijk managers hakken. Dat kon helemaal niet. Nee, al hele tijd zonder Silk Touch. Maar dan wil ik een pickaxe van jou kopen, met ook Silk Touch, ja. Ik heb er nog één. Waar ligt die? Die is alleen geen netherite. Oh, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat hij in ieder geval Silk Touch... Oh ja, kijk, een netherite kan ik zelf misschien wel even upgraden. Wacht, ik ga nog even naar je enderchest. Maar trouwens, die heb je bij je. Ja, we hebben er best wel veel hier ergens, maar... Kijk. Want ik heb hier nog 1 netherite ingot, dus ik kan hem gelijk gewoon even hier. Dus hoppakee. Oh, dan heb je een... Template. Oh, nee. Heb ik die? Ja, die heb ik. Oké, niks aan de hand. Die heb ik. Kijk, hoppakee, zo. En dan is hij gelijk van netherite. Dat is helemaal top.
Wil ik hem gelijk een naam geven? Hebben jullie een anvil hier? Hier denk ik wel. In dit huis? Oh. Is het ijzeropslaghuis. Oh, kijk, dit is jullie... Hier, heb genoeg anvils. Ja, kijk, top. Dan ga ik hem een naam geven en dan noem ik hem... Oh, ik had 4 levels. Ik kan hem geen naam geven. Ik heb hem maar 3. Maakt niet uit. Hoe duur Oké. Nu moet ik er nog voor betalen. Nee, maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Nu wil ik er nog voor betalen natuurlijk. Mm-hmm. Wat vraag je ervoor? Ja, weet ik niet. Niet over nagedacht. Ja, ik heb hem nu al, dus ik kan ook wel wegrennen. Maar dat gaan we niet doen. Wacht, ik ga even naar mijn... Nee, de chest heb ik weer nodig. Ik heb bij me, voor jou... Weet je, wat dacht je van 15 diamonds? Dan heb ik met al die enchants die erop zitten en weet ik wat allemaal. Dat vind ik een goede prijs. Dat is een goede, hè, toch? Want één boekje kost 5 diamonds of 5 dingen ongeveer, weet je? Of 3. Ja. Ja, daarom. Dat is denk ik wel een goeie, met al die enchants die erop zitten. Ja. Ja, ik vind het prima. Ik vind het helemaal een goede deal. Kijk, kan ik hem zelfs voor jakken? Ja, mag je managers ook wel meenemen, als je zelf geen hebt. Oh ja, top. Ja, ik heb namelijk wel 1 energies en die gebruik ik eigenlijk nooit. Die staat ergens in mijn basis of zo. Maar, dan wil ik ook nog wat aan je vragen. Wil jij mij helpen met iets of heb je geen tijd? Nu of? Überhaupt? Ja, nu. Echt nu, gewoon. Ik heb wel een beetje tijd. Oké, okay. Neem een beacon mee en ontmoet me bij mijn schip, oké? Okay? Een beacon? Een beacon, ja. En ik heb ijs er al. Althans, neem maar gewoon alles wat je mee hebt nodig voor de beacon mee, oké? Okay? Is goed, ja. Ik zie je bij mij, bij mijn basis. Ja. Oké, okay, jongens, dan gaan we snel terug en ik heb gelukkig soul speed op mijn nieuwe schoentjes. Dus we kunnen heel snel via de Nether teruglopen naar mijn eigen basis. Dan wachten we even op mijn schip op Joris, tot hij er ook bij is. En dan ga ik hem verrassen met de taak die ik heb. En dat is namelijk dat hele ding daar weghakken. Nou, op deze manier op mijn kanon wachten we even op Joris. Oh, daar is hij al, huh? Daar is hij al gewoon. Joh, jij bent snel. Ja, hoe kom je hier nou? Huh? Oh, je hebt het net. Ik denk al, ik is dat zo'n zoeken naar je, maar je zat al naast me. Het zat in mijn chest. Dus jij hebt mijn chest. Dus jullie basically gewoon achter me aan. Oh, het, ja. Jij hebt mijn chest. Dus. Oké, volg mij. Ik heb een leuke. Wacht, ik moet een boot pakken, even sneller. Want dat is voor mij. Jij hebt een trident. Ja. Oh, ik heb geen bootje hier. Laat maar, we gaan zwemmen. Als je een bootje hebt, kan ik gelijk nog wel wat anders laten zien. Hier in de buurt. Oeh, ja, ik weet wat je bedoelt. Waarschijnlijk. Maar hier liggen bootjes. Ja, want wij hebben 2 afleveringen geleden, volgens mij, hebben wij samen een hele dinges gehakt. Hoe noem je dat? Ocean Monument. Ja. Voor de even kijkers thuis, hier is een korte flashback. Oké, okay, en toen hadden wij afgesproken, het was afgesproken, jij zei dat je daar wel een XP farm van kon maken, toch? Een Guardian XP farm. Maar een Guardian farm, ja. Een Guardian farm, inderdaad. En die is zo af. Ja, daar ben ik mee bezig geweest al. Dat heb je echt heel snel gedaan, moet ik zeggen dan. Hé, hey, daar is hij al. Jemig, wat is dat dan? Oh mijn god. Ik heb echt geen idee hoe zo'n ding werkt, hè. Dus ik weet niet wat ik hier moet gaan verwachten, maar... Nou, hier heb ik dus gebouwd. Het stukje van de tempel staat er nog, dus we kunnen daar ook een blok vandaan halen. Maar zoals je al ziet, de Guardians die spannen gewoon waar ze normaal spannen. En omdat daar allemaal soul sand onder water staat, worden ze omhoog gebubbeld in het water hier. En dan gaan ze een Nether portal in. En in de Nether is dan een plekje waar ze allemaal opgevangen worden. Oh, dus hier. Jeemig, die bubbels hier. Ja, ik hoop dat je dat je computer erbij kan. Oh, ja, ik merk wel dat het een beetje gaat laggen. Maar ze komen hier dus in. Mag ik? Hoe komen wij daar? Ja, je kan via de Nether, je kan ook hier doorheen. Ga je misschien een beetje dood, maar Ja, ik kan niet... Ja, overleven met, weet je het zeker? Ja. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Oké, dan komen we hier terecht. Kijk, en hier vallen ze dan op. En en dan in die kisten daar. Is er een manier hoe we hier... Ja, ik kan wel even hakken. Oké, ik ben wel heel benieuwd hoe goed hij het ook doet. Ja, je moet wel in de buurt zijn natuurlijk. Ja, nu zit er... Vooral vis. Ja, ik heb alle dingen, alle shards al uitgehaald. Dus dit zijn alle vissen die je overhoudt. Ja, je hebt alle shards eruit gehaald. Maar wat een vissen hou je ook over, hé. Dit is gewoon ook tegelijkertijd een vissenfarm. Ik heb een half uurtje of zo heb ik hem gebruikt. En dit zijn alle vissen überhaupt al. Oh, en je hebt al die shards heb je al gepakt? Die shards heb ik allemaal uitgehaald, ja. Oh, dus je hebt nu oneindig van die blauwe blokken. Van die kan ik oneindig maken, ja. Ah, ga je ze ook verkopen? Nou, misschien wel, ja. Ik wou zeggen, want ik ga die ding nog wel nodig hebben voor andere zeemonsters die ik misschien moet gaan maken. Ja. En dit is de route naar... Dit is gewoon een trappetje naar... Ik denk dat dit ook het snelst terug is, of niet? Ja. Dan zijn we gelijk weer bij ons, bij mijn schip. Ja. Oh joh, we zijn hier, dat is mijn portal al. Ja, het is echt dichtbij. Oké, dan weet ik ook voor hoe ik erheen moet om mijn spullen te stelen. Oh, ik wil je zo graag naar beneden schatten. Het feit dat je op dat randje staat hier is echt heel gevaarlijk.
Nu is dat bootje er nog. Het bootje is hier nog bij de farm, inderdaad. Nee, ik heb genoeg bootjes. Ik ben een piraat. Ik heb overal bootjes staan. Ja, mooi. Ik ben altijd voorbereid op even snel met een bootje ergens heen moeten. Kijk, als we hier even naar mijn strandje gaan, durf ik te wedden dat... Ja, er staat er nog. En er staan er zelfs nog twee. Oké, kijk. Wat ik van plan ben om te doen... Kijk, hier rechts heb je mijn mooie schedel met die bergen zo, weet je? Ja. En dan hier tegenover is het allemaal echt spuuglelijk. Gewoon, het is allemaal versteen en helemaal plat en weet ik wat allemaal, weet je. Dus, wat ik wil doen, is hier allemaal nieuwe bergen bouwen. Of bergen, rotsen bouwen, zoals dat een beetje, maar dan wat lager. Maar, daarvoor moet dit allemaal plat. Eigenlijk vanaf ongeveer de boom, vanaf ongeveer hier, dus laten we zeggen zo. Moet het gewoon in één rechte lijn zo helemaal plat. Snap je? Mm-hmm. Tot ongeveer het, vanaf hier tot het water daar. Moet het tot het water gelijk worden. Mhm. Wil je me daarbij helpen? Kijk, ik heb nu de pickaxe al. En als we een beacon hebben, gaat het twee keer zo snel. Dan gaan we even een mooie timelapse starten. Super leuk, super gezellig, weet je. Ja, of nee? Ja, juist. Nee, dat is goed. Ja, ja. Oké, dan gaan we snel een timelapse starten. Waarin we dit gedeelte hier even allemaal weg gaan hakken, jongens. Dan kan ik daarna aan de slag gaan met prachtige rotsenbouw, riviertjes en allemaal coole piraten dingen. Het wordt in ieder geval heel leuk, Joris. Bedankt voor het helpen. Laten we beginnen in 3, 2, 1. Daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En Joris, we hebben het veel sneller gedaan dan verwacht. We hadden echt verwacht dat we er uren mee bezig zouden zijn. We hebben het in twee delen gedaan. Een stukje in de middag en een stukje in de avond. En ik denk in totaal een half uurtje. Ja, zoiets. Ik denk echt serieus maar... Ja, misschien 3 kwartier. Iets in die richting. We hebben er helemaal niet heel lang over gedaan. Maar het nadeel, jongens, met 2 pickaxes die ik heb. Mijn normale en degene die ik van Joris heb gehad. Zijn allebei gewoon helemaal aan stront gehakt. Dus die moeten we even repareren. Hier is je. Mij ook. Daniel Picardio is terug. Die mocht ik even lenen in de tussentijd. Die van Joris zijn ook allemaal stuk. Maar ik ben heel blij met dat we zo ver zijn gekomen. Want nu kan ik gewoon hier allemaal leuke eilandjes. En een soort schiereilanden. Dat gaat het idee zijn, weet je? Ja, ik ben een soort kleine schiereilandjes wil ik hier gaan bouwen. Maar laten we eerst even alles repareren, oké? Ja. Dat is denk ik het meest verstandig. Dus doe mijn armor van staan. Voor de nether. Anders gaan we dood. Ik zie het alweer. Neem we deze mee. Silk touch. Oké. En, daar ben je. Dan gaan we die kant op. Goed, we zijn aangekomen bij de prachtige Enderman Farm. En hij werkt niet mega ideaal. Al moet ik zeggen, er vallen al behoorlijk wat Endermans naar beneden. Hoe gaan we dat doen? Gaan we samen staan of gaat één iemand eerst? Of... Ja, we kunnen gewoon samen, denk ik. Nou, weet je, als jij nou alles repareert, zo. Hier doe ik ook gelijk mijn shuffle, man. Dan, er staat een Ender Chest. Dan ga ik hier staan. En dan doe ik een leuk klein timelapse van jou maken, oké? Ja, ga ik hier gewoon zo zitten? Ga ik hier gewoon zo? Nou, misschien dat ik iets dichterbij ga zitten hier zo. Kijk, dan ga ik zitten en dan kan jij dat allemaal doen, oké? Ja. Nou dan, gaan we nu een kleine timelapse zien waarin Joris alle spulletjes repareert. Jongens, zoals jullie kunnen zien zijn we bijna klaar. Dat was, ik zeg wel heel leuk, we, maar het is voornamelijk Joris die gewoon alles aan het slopen en aan het doden en alles aan het repair is. Ik ben hier lekker gewoon gaan zitten. En meer ben ik niet gaan doen. Ik heb de spulletjes voor de zekerheid in de endertjes gedaan. Dat stel ik val eraf dat het helemaal geen kwaad kan. En je denkt bijna binnen een paar seconden klaar te zijn, toch? Ik denk het wel. Je denkt het wel. Ik ben heel benieuwd. Ik kan ook gewoon dit blokje onder je weg hakken nu. Het zou wel heel grappig zijn, maar dan ben ik ook mijn eigen spullen kwijt. Ik denk dat het heel verstandig is. En ja. Alles is gerepareerd? Ja. Oké, wacht. Kan je het heel voorzichtig droppen? wacht. Laten we het maar even hier droppen. Die beesten zijn luid. Hier, zo. Ja, ik kan het ook in mijn energies doen, dan... ik heb het risico van het hier droppen, vind ik wel grappig. Oké, wacht. Ik moet even kijken wat ik nou, trouwens, weet je, ik heb wel een idee. Hier. Ik geef jou dit, en dan zie ik je bij mijn basis. Doei. Goed jongens, al mijn spulletjes zitten in de ender chest. Ik ben bewust even naar beneden gesprongen, zodat ik sneller thuis ben. En zoals je net kon zien, we zaten bij een andere Enderman farm. Maar dat is die van Joris, die had er zelf ook eentje gemaakt. En die is gewoon oprecht sneller
dan die van mij en Robin die ik had gemaakt. Oh, nu trouwens, nu ik hier toch ben, ga ik gelijk even wat eten kopen. Ik had namelijk eten tekort. Ik heb ook nog maar 3,5 hart. Misschien overleef ik de hele rit naar huis wel niet eens. Oké, jongens. Ik heb 4 diamonds. Die gaan we even opmaken aan... Nou, niet aan dit. Even kijken. Brood wil ik ook niet. Ik wil gewoon normaal vlees. Nou, laten we maar deze doen. Dan maak ik er 3 op, zo. Hoppakee. Stoppen we deze hierin. En dan gaan we snel naar huis. Kijk, daar zijn we weer. Laten we dan gewoon even hier rustig op Joris wachten. Ik wou je laten schrikken. Waar kom je vandaan? Ja, ik was op span. Ik had geen respawn point. Ik zat hier te wachten tot je uit de poort kwam om te laten schrikken. Maar je staat hier. Helaas. Ik was... Hey, ja, deze kan ik in ieder geval pakken. Mijn ex, die kan ik pakken. Deze. En mijn... Niks, that's it. Ja, ik had ook nog... De eten mag jou, dat was jouw eten. Shuffle en mijn bed en een crafting table. De rest mag jou houden. Best. Kijk, ja, meer had ik niet. Meer had ik niet bij me. Dit is het gewoon. Helemaal top. Die was van... Hey, dat ga ik gebruiken. Die is voor jou, hè, deze? Ja. Oké, nou, dan ben ik heel blij met deze samenwerking. Je hebt 15 diamonds gekregen. Dan bij deze kreeg ik nog 10 enderpearls van me. Ah. Als extra beloning. Daar ben je heel blij mee, denk ik, hè? Ja. Hey, waarom heb jij trouwens nog geen mooie kleurtjes op je armor? Ja, ik ben nog even aan het zoeken naar mooie... Het ziet er niet uit. Iets paars op te doen. Iets paars, ja. Ik had eigenlijk goud erop moeten doen. Ik kreeg er ook heel veel boze reacties over dat ik niet goud had. Je gaat weg, hè, met een portal. Met een enderpearl. Ja. Prima. Goed, jongens, zoals jullie kunnen zien is het helemaal plat daar. Ik ben er heel blij mee. Joris is even zijn beacon opkomen halen. En die gaat nu gelijk weer vandoor met zijn trident die hij heeft en enderpearls. Huh, wacht even. Oh, hij wordt aangevallen. Die wil ik. Je bent van mij. Kijk, hij is op Joris gefixeerd en niet op mij. Dus dat betekent dat ik hem kan doden. Oh, en deze is geen chance. Kijk maar. Oh, hij dropt hem alleen niet. Dat vind ik wel heel jammer. Dat vind ik heel jammer weer dit. Ik had gehoopt dat iemand gedropt, maar dat deed hij niet. Maar goed, laten we even naar het platte eiland dan gaan. Badabim, badaboom. Hoppakee. En dan wil ik jullie even de buit laten zien. Het was ongeveer hier nog een kistje bovenop, daar nog een kistje bovenop en hier nog een kistje bovenop. Oh, nee. 1 kist hier bovenop. Joris die krijgt nog deze cobblestone hier. Maar wat voor mij is zijn eigenlijk deze hele onderste laag hier. Ik heb heel veel gravel. Ik heb heel veel dirt en gras. Ik heb heel veel cobblestone. Heel veel steen. Dit zijn mijn shulkerboxen. Ik heb hier nog wat ores en weet ik wat allemaal voor nuttigs. En hier nog wat andesite. Joris heeft andere een paar dingen meegenomen. Maar hij was zo aardig dat ik merendeels mocht houden voor mijn beeld. Wat is Joris toch een goede gast. Reageer allemaal eventjes. Joris, je bent een topper. Want... En dan met jouw reden. Waarom is Joris nou een topper? Dat wil ik even dat jullie dat reageren. En als je nu toch hier bezig bent, kijk aan de andere kant toevallig. Is de grote abonneerknop. Doe nou eventjes gewoon. Even leuk. We zitten bijna op die 330.000 abonnees. Dat gaat veel te snel. Goed, ik zal waarschijnlijk alleen niet in deze video al beginnen met mijn schiereilanden. Omdat, ja, ik denk dat ik het beter basically schiereilanden / rotsen ga noemen. Maar omdat ik er gras op ga plaatsen, wil ik het niet echt rotsen noemen, want... Rotsen zijn natuurlijk gewoon puntig en deze gaan wel plat worden aan de bovenkant, zodat ik er huisjes er zo op kan bouwen. Ik denk dat ik hier namelijk behoorlijk wat huisjes wil hebben. Maar de schiereilanden komen waarschijnlijk volgende aflevering, omdat ik nog heel veel tuf, basalt en de site moet gaan hakken. Eigenlijk alle blokken die je daarin ziet, die moet ik ook voor hier gaan hakken en weer heel veel mos en zo. Dus dat is iets wat ik waarschijnlijk volgende aflevering wil gaan doen. Ik ben in ieder geval blij met de buiten die ik hier heb. En die enderpearls kunnen ook wel handig zijn volgens mij. Kan ik vanaf hier naar mijn eiland toe? Naar mijn eiland, naar het strand? Ik denk het niet. Oh, kijk, gaat weer... Oh, nee, laat maar. Op de bodem van de zee. Jongens, een update over mijn ei die ik hier heb geplaatst van mijn schildpad. Hij is langzamerhand, zoals je kan zien, komen de kleine scheurtjes in. En ik kreeg heel veel reacties dat hij er licht bij moet en dichter bij de zee moet en zo. Maar ik durf hem niet aan te raken of te verplaatsen. Dus ik laat het dan gewoon zoals het is. Maar zoals je kan zien, er komen scheurtjes in. Het duurt nu al letterlijk langer... Oh, jee, mag zo heel ver. Langer dan een maand. Het duurt langer dan een maand voordat dat ding uitkomt. Maar er zitten scheurtjes eindelijk in. Goed, dan gaan we deze cactus gaan even verplaatsen. Want ik wil het heel graag meer cactus hebben. Voor een mooie kleur dye. Wil ik dat hier doen? Nee, ik ga heel even snel een simpele cactus farm bouwen. 2 seconden. Ik heb namelijk veel meer cactus nodig. Want ik gebruik natuurlijk heel veel van die blauwe daken. En er zit ook cyaan wol tussen. Oh ja, hij is weer helemaal vastgelopen. Zeker. Oh, de kist zit ook helemaal vol. Oh, dit gaat helemaal fout. Oh, dit gaat helemaal fout. Wacht. Oh, jongens, help. Ik heb hier geen ruimte voor. Ik heb hier toch geen ruimte voor. Moet ik hier nou allemaal blokken van gaan maken? Zo dan maar. Oh, dit ding, dat is echt eindeloos aan het stressen nu. Oh, dat geluid, wat irritant. Ik heb echt... Ik gebruik die bijen. Ik heb echt te veel bijen, jongens. Ik zit in de bijencrisis. Oh, hij is stil. Hij is stil. Niks aan de hand, jongens. Dit ding is langzaam vol aan het lopen op deze manier. Ik denk dat ik meerdere kisten nodig heb. Maar dat is niet belangrijk voor nu. Ik wil gewoon... Och, trouwens.
Ik neem wel even gewoon zo dit allemaal mee. Dat leg ik wel gewoon in mijn basis. Dan heeft hij iets meer ruimte. Ik wilde een kleine cactusfarm bouwen. Deze dumpen we even hier zo. En ik denk dat ik die cactusfarm eventjes... Wat doe ik nou heel stom met die enderpearl? Eventjes gewoon hier wil hebben, hier binnen. Zodat hij niet in de weg staat. En zodat ik gewoon even snel en simpel wat meer cactussen kan krijgen. Of groene dye. Want zoals ik eerder zei... Ik bouw natuurlijk met heel veel blauwe daken. En die blauwe daken, die hebben allemaal... cyaan wol erin zitten. Kijk, die daken daar een beetje. Daar. Kijk, die blauwe daken. En als ik in de toekomst nog meer huisjes ga bouwen... waar ik nu een beetje naar aan toe werken ben, jongens... want ik wil daar natuurlijk die schiereilanden hebben... met daarop huisjes. Maar dan heb ik veel meer blauwe dye nodig. Of blauwe dye, ik bedoel cyaan dye, sorry. En dat maak je met cactusgroen... en met blauwe dye. En dan krijg je deze prachtige kleur hier. Kijk, als voorbeeldje, als ik deze heb zo... en je voegt ze samen toe. Hoppakee. Dus vandaar, in de toekomst hebben wij veel meer cactus nodig. Dus ik zou ook eigenlijk even een automatische moeten... Oh, zullen we anders gewoon nog even een automatische maken? Ja, dat vind ik een goeie. Gewoon een kleine automatische... Of gaat het te veel werk zijn? Ik weet niet hoe dat moet. Daarvoor moet ik een tutorial op YouTube opzoeken. Hier, voor nu is dit heel even prima zo. Oké, jongens, ik heb een heel simpel design gevonden. En ik ga mijn best doen om het even snel na te bouwen. En dan hebben we wel gewoon een kleine automatische farm. En dat is letterlijk precies waarvoor ik het zou willen doen. Dus laten we eerst even dit allemaal slopen nog een keer. Laten we dan heel even wat spulletjes pakken die ik nodig heb. Die enderpearls zijn echt top. Dit is echt top. Oké, volgens mij heb ik alles wat je nodig hebt. En het stelt helemaal niks voor, jongens. Jullie moeten nu niet gaan verwachten dat ik met de meest... Waarom is hier een endermite? Hoe kan dat? Is dat komt door mijn enderpearl? Auw. Hoe kan dit? Dat is heel apart. Maar goed, jullie moeten nu niet gaan verwachten dat ik met de meest ingewikkelde cactusfarm ooit kom. Nee, nee, jongens. Zo werkt het bij mij niet. Dit is echt de meest simpele ooit. Komt-ie. Wat we doen, is wij gaan eerst, volgens het filmpje, onze dingen plaatsen die we willen hebben. Zoals dit. Simpeler kan het niet. Dan 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan moet overal tussenin... Even kijken hoe we dit gaan doen. Hier komen palen zo. Die kunnen we volgens mij zo meteen ook wel weer weghalen, deze palen. Want hier moeten fences tussen staan. Zo. Oh, niet dat is eentje te laag. Kijk, elke keer als de cactus namelijk groeit dan... Dan zorgt het, dan staat die vens daar, waardoor die automatisch ook weer breekt. Volgens mij is dat het idee. Dus als nu een cactus groeit, wordt die automatisch ook gesloopt. Je moet niet de cactus inrennen, spinnen. Dat is niet zo handig. Dan wordt die automatisch gesloopt. En ik zou het zelfs dan gewoon dit weer weg kunnen halen, die dingen in het midden. Zo. En dan zou ik nu met zo'n waterstroom zoals dit, zou ik het allemaal daarheen kunnen sturen. Wacht, even kijken hoor. Want ik maak hem iets groter dan volgens het filmpje. Volgens het filmpje is hij wel heel klein, maar ik dacht misschien kan ik hem groter maken. Alleen nu ik het zo zie, twijfel ik daarover. Ik heb zo'n gevoel dat als ik het... Nee. Wacht even. Wat als ik signs pak? Ik ga mijn eigen variant maken, jongens. Hier, we pakken wat signs. En ik vraag me af of dit gaat werken. Noem alsjeblieft geen noob als het gaat om redstone, want dat ben ik niet. Ik ben echt een redstone pro. Dat is een hele grote leugen. Maar ik doe echt mijn best. Ik doe op zijn minst mijn best. Kijk, wat nou als we dan hier dit doen? Zo. Hier ook dit doen. En dan even kijken. Hier ook een sign. Dat doe ik. En dan let op. Hier water. Hier water. Oké. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Wacht. Ik zie al wat ik fout doe. Ik snap al wat ik moet doen, jongens. Hij moet wel gewoon de grootte volgens het filmpje. En dan maak ik er gewoon meer. Ik schaam me echt kapot dat ik dit op deze manier doe. Kijk, want als je hem gewoon maakt zoals dit, deze grootte hier... Dan kan er ook niet zoveel fout gaan. Hier, kijk. Als we nou hier dan namelijk gewoon de kist plaatsen zo. Een dubbelkist eventjes. Hoppakee. En dan eentje erachteraan. Ook nog een dubbelkist. En dan die hier. En dan deze. Het wordt donker hier ineens. Wacht even hoor. Oh, die toortje is weggehaald. Zo, kijk. En dan... Hier doen we deze. Kijk, nu zou het goed moeten komen. Als er elke keer een cactus groeit, dan kan ik dit ook weghalen hier. Zo, dit is meer dan genoeg. Kijk, maakt niet uit waar de cactus zou vallen. Volgens mij zal die ten alle tijde hier in deze kist... Oh, in deze kist hierachter eindigen. Of niet? Oh, in deze. Oh, en als deze... Huh? Wacht even, doe ik het nou helemaal verkeerd? Waarom stroomt het niet door naar deze? Ik dacht dat het door zou moeten stromen, maar dat doet het dus niet. Dan moet hij naar beneden. Dan moet hij lager. Dat zou ik zo moeten doen. Zo, en dan hoppakee. Kijk, nu komt het in de onderste. Jongens, ik snap wel een beetje hoe deze dingen werken. Niet veel, maar wel een klein beetje. Nou, dan hebben we hier de meest lelijke cactusfarm die er is. Maar, daar komt hij, jongens. Ik ga er gewoon nog één maken. En dit idee gaat echt geniaal zijn. Let op. We doen het nog een keer. Hetzelfde concept. Let op, zo. Deze weer in het midden zo, dat als ze groeien, dat ze gelijk gesloopt worden. Oh, ik hoop echt dat dit werkt. Ik hoop zo erg dat dit werkt. Dan water hier. Wacht even, ik ben even aan het struggelen. Wacht. Ik heb een manier gevonden, jongens. Kijk, nu zou het hierheen moeten stromen. Hierheen. Wacht.
Het gaat niet helemaal goed. Het gaat niet helemaal goed. Werkt dit? Als ik nu hier dit doe zo. En dan hier een sign plaats. En wacht, hier dan. Oh, die heb ik al geplaatst. En dan hier weer water. Werkt dit? Ik geloof het gewoon niet dat dit zou werken. Als ik hier deze bucket drop. Dan gaat die bucket hierheen. Gaat die hierheen. En dan pak ik hem op. Waarom doe ik dat nou? Oké, ik drop de bucket in het hoekje. Dan zou die misschien zelfs daarin terechtkomen. Hij staat stil daar. Dan moet ik waarschijnlijk ijs plaatsen daar beneden. Wacht. Waarschijnlijk werkt het alleen als je de ijs plaatst. Heb ik ijs? De packed ijs, heb ik dat? Nee, volgens mij niet. Oké, jongens. Meneer KB komt er even aan met ijs. En dan gok ik. Wacht, dan vraag ik me af als ik hier wat drop zo. Oh, dan gaat het niet eens daarin. Dat werkt niet eens. Oh, jee. Oh, nee. Wacht. Daar moet er ook nog eentje. Wacht. Dit ga ik oplossen, jongens. Hij wordt alleen maar lelijker en lelijker. Dit is echt, heel slecht, sorry. Hier, daar bouwen we nog één hopper. Dan gaat die hopper daar tegenaan. Zo. En dan plaatsen we hier dit terug. En dan, als ik als het goed is, dit drop zo. Nog steeds niet. Pakt dat niet zo? Oh, wacht. Ik snap hem al. Ik snap al wat ik moet doen. Kijk. Moet ik hem hier plaatsen? En als het goed is, redt hij het dan. Redt hij het? Heeft hij het gered? Heeft hij het gered? Nee. Nee, waar is hij? Waar is hij? Oh, hij dropt er niet in. Wacht, nog eentje verder dan. Hier. Oh, ja, dat grasblokje. Nee, werkt nog steeds niet. Wat als we die gewoon weghalen dan? Dit zou moeten werken. Wacht eens even. Nu heb ik toch een systeem bedacht, jongens. Ja, nu heb ik een systeem bedacht. Daar schrikken jullie van. Let op. In principe hoeft het ook maar één kist te zijn. Hoeft het niet te moeilijk te doen. Zo. En dan doen we die hierop. Komt die? Zo. En dan kan dit allemaal dicht. Oh, skeleton. Met een... Wat is dat? Wat heeft hij in zijn handen? Ik ben nu op je boot. Je bent nu op mijn boot. Kom hier gezellig. Kijk, hier ben ik. Hier beneden. Je loopt over mijn mooie hangbrug. Het is wel een beetje paardonvriendelijk dit. Ja, paardonvriendelijk? Ja, die staat nu daar op het strand nog. Je kan hier niet komen. Je bent op een boot. Nou, dat bedoel ik. Wat wil je dan dat ik mijn boot weghaal? Hey, alsjeblieft. Mijn cactusfarm. Het is echt de meest prachtige cactusfarm die er is. Zal ik eens uitleggen hoe het werkt? Kijk, wat er gebeurt. Als de cactus groeit, wordt hij automatisch gesloopt door de fence die hier staat. Dan komt dit hierheen. Maar ik wil hem groter hebben, dus ik heb er nog één gebouwd. Dan gaat het hierheen. Dan komt hij in dit waterstraaltje terecht, die helemaal vanaf hier vandaan komt. Waarom? Weet ik niet. Dit is een... Maar hij werkt wel. Kijk, als ik nu dit doe, uiteindelijk heb ik het ijs ook niet meer nodig. Dat was na afloop, kwam ik erachter. Oh. Want ik dacht dat hij... Ja, jawel, kijk, hier had ik het ijs voor nodig. Hij wil niet doorglijden. Daar moet ijs. Volgens mij doet hij het dan, toch? Ja, ja, dat glijdt door, zeker. Ja, dat glijdt hij door. Kijk, maar als ik nu hier een glasprop plaats... Maar je hebt veel te ontslachten gedaan. Nee, dit is de manier. Kijk, daar gaat hij. Hoppakee. En dan komt het hier, komt het allemaal in. Dit is de naam. Dit is hem. Dit is gewoon de farm. Ben je trots op me? ik kan hem zelfs gewoon nog netjes... Hier. Wacht, ik ga even een screenshot maken. Dan kan ik hier een tutorial video van maken. Ja, hier kan je echt een goede tutorial van maken. Maar zo ziet het er op zich wel netjes uit, toch? Zoals dit. Ja, maar je hebt het veel... Dit kan gewoon allemaal tegen elkaar, joh. Nee, want dat waterwerk kan dan toch niet meer schuiven. Het moet toch los van elkaar staan? Nee. Als je hier in de hoek gewoon water had gedaan, dan had je gewoon... Psh, 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 en aan de andere kant ook in de hoek water, dan ging het allemaal naar één punt al. Echt? Ja, serieus, ja. Nee. Ja, ik ben Minecraft meester, hè, dat weet je. Oh, maar dus... hij ziet er op zich wel goed uit. Ik heb trouwens kogels voor je pistool. Ja, als je... Oh, dank je. Als je een beetje zo je ogen toeknijpt en dan door je wimpers kijkt. Ja? Ben je dat nu aan het doen? Ja. Ik ook? Ja, dan ziet het er op zich best goed uit. Nou. Ik vind het echt... Ik heb zo mijn best... Ik was zo aan het klooien en ik wist niet hoe het moest. En uiteindelijk is dit mijn design geweest. Maar ik moet wel zeggen, ik heb het helemaal zelf bedacht. Dit van het internet. Maar hoe dit bij elkaar komt en dan hier zo onderdoor gaat. En dan vanaf hier helemaal komt een ander pistraat. Heb je het opgenomen? Ja, zeker. Oh, dus je gaat dit heel trots ook in je video Dit vertellen. Ga je heel trots laten zien allemaal. Ik denk dat ik hierop ga reageren dan als je uit is. Hey, joh, wat een gek, joh. Ja, dat is soms nog onveilig, dit gebied hier. Maar ja, daar staat ook een gast. Ja, die hoorde daar. Maar ze hebben een raar... Wat is het? Wat hebben ze nou in hun handen? Het is een hoe noem je zoiets? Ja, in het Engels heet het een kattenpultje. Een kattenpultje hebben ze. Zo, jij met je pistool? Dat is wel heel heftig. Ja, ik vind die pistool dus wel echt heel cool. Ja, dat snap ik. Ik wil er eigenlijk ook wel eentje. Piratenpistool. Goed, jongens. Ik ben heel tevreden over mijn cactus van meneer KB. Heeft me stiekem een beetje uitgelachen. Ik gok dat meer dan de helft van jullie me ook heeft uitgelachen. Maar kijk nou, er zitten er al twee in. Dus hij doet het gewoon. Ik leg deze erbij. Ik kom volgende video bij dit ding terug. En dan gaan we kijken
hoeveel cactussen hij bij elkaar heeft verzameld. Als er niet veel zijn, dan mogen jullie me echt officieel uitlachen. Maar ik ben heel tevreden met mijn design. Goed, dan klimmen we nu nog even snel omhoog. Hallo, villagers. Ron, Naamloos en Penelope. Harry is nog steeds vermist, jongens. Ik weet niet waar Harry gebleven is. Wat er met Harry gebeurd is. Maar dat maakt niet uit voor nu. Wat wel uitmaakt is dat wij volgende aflevering gaan beginnen met de Schiereilanden. Kijken wat de cactusfarm heeft opgeleverd. En nog veel meer dingen gaan doen. In ieder geval voor nu ga ik deze video afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. En ben je tot dit punt in de video gekomen, abonneer dan ook zeker eventjes. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content veendeel. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, wel eens vier vlees. Tot de volgende keer.